iedereen. Dat is een keer een andere dan. Hi iedereen. Nou, het is nu ochtend en zoals je kunt zien zijn Larissa en ik bij elkaar. En we zitten in een hele andere omgeving dan normaal gesproken. We zitten namelijk op dit moment in het Wittenberg Hotel. Daar hebben we een nachtje geslapen. En we dachten, aangezien we ons toch samen moeten opmaken, kunnen we net zo goed een Get Ready With Me video opnemen. Ja, momenteel als we zo naar achter kijken is de zon aan het opgaan. Het is nog een beetje schemerig buiten. Ja, laten we beginnen. Ik heb ook een kopje thee hier. Ik ook. En we hebben onze make-up tasjes hier. Ik zag trouwens dat we momenteel dezelfde hebben. Ja. Oh, hallo. Hoi. Ja, we zijn er weer. Ik heb hier de La Roche-Posay Serum DS crème. En dat was die crème die ik gebruikte omdat ik toen die schilfertjes had. En die gebruik ik nog steeds omdat ik hem heel erg fijn vind. En ik gebruik de Garnier Ambre Solaire Kids zonnebrandcreme, factor 50. En normaal gesproken heb ik eigenlijk nog wel een andere dagcreme, maar die heb ik nu niet mee. En de reden dat ik een zonnebrandcreme opdoe is omdat ik behandelingen aan het ondergaan ben voor rosacea. Je kan dat nu niet eens heel goed zien, hè? En ik heb normaal gesproken hier altijd best wel een vlek. En daar word ik voor behandeld. En dan moet ik daarna goed mijn gezicht beschermen met factor 50. Dus dat doe ik heel netjes elke dag. Gaan we door naar foundation, denk ik? Ja. Ik gebruik momenteel dus nog steeds de Double Wear Stay in Place make-up. En dat doe ik in combinatie met deze drops. Hoe heet deze ook weer? De My Perfect Color Drops van Primark. Om deze foundation net ietsje lichter te maken. En dat werkt nog steeds echt gewoon super goed. En ik heb dezelfde foundation. En ik heb hem in een andere kleur dan Larissa. Maar mijn is ook net iets te donker. Dus ik denk dat ze toch wat lichter zijn geworden de afgelopen tijd. Dus ik meng hem met Charlotte Tilbury Magic Foundation. Dus deze twee meng ik met elkaar. Want deze heeft best wel een gele ondertoon. Deze een wat neutralere ondertoon. En die is wat lichter. En samen maakt het wel een goede combo. Die wel heel erg dekkend is trouwens. Maar nu in het najaar wil ik altijd wat meer dekking hebben. Omdat ik dan wat meer dat rooie zie en weet ik veel. Ik heb nu eventjes de foundation en die drops met elkaar gemengd. En het is gewoon een net wat lichtere kleur geworden. En dat matcht toch echt wel wat beter. Dus ja, breng het gewoon even aan met mijn vingers. Zo. Eerst doe ik meestal dat. En ik gebruik een... Hoe heet deze spons ook alweer? Van wie is deze ook alweer? Maar het is dus zo'n beauty spons en deze vind ik net wat flexibeler als een beauty blender. Dat vind ik wel heel erg fijn. En ik gebruik heel vaak, of nou heel vaak, ik gebruik heel graag van dit soort kwastjes. Om het een beetje erin te bufferen ofzo. Ik weet dat er volgens mij gemengde gevoelens over zijn. Maar ik heb het idee dat het dan heel natuurlijk eruit komt te zien bij mij dan. En deze is van de Primark trouwens. Hij is echt heel lekker zacht. En ik heb echt nu twee nieuwe puistjes. Hier boven mijn wenkbrauw. En daar. Zijn dat niet de meest rare plekken ever? Kijk, hierboven had ik ook een. Dit is een litteken. En hieronder zit er nu één. Hier zit er nu één. En daarboven ook. Zeg maar, waarom krijg ik dat boven mijn wenkbrauwen? Ik weet niet, ik heb je geëpileerd misschien? Nee, maar ik heb dat heel wel eens vaker daar gehad. Ik vind het gewoon heel vreemd. Daar hebben we even wat coverage nodig. En veeg dat allebei. Dus alsjeblieft, ga me geen comments geven over dat ik niet mag vegen met zo'n ding. Want ik doe... Ja, ik weet niet... Het gaat gewoon automatisch en het ziet er gewoon prima uit. Concealer? Ja, yes, concealer. Ik gebruik op dit moment de Liquid Camouflage High Coverage Concealer van Catrice. En dit is dus echt een budget concealer. En ik vind hem zelf heel erg goed. Hij heeft best wel goede dekking. En ik heb hier de Bobbi Brown Instant Full Cover Concealer. En dit is ook een hele goede foundation. Of concealer, wel wat minder budgetproof. Dus ik ga dit even gebruiken voor die leuke plekjes bovenaan mijn hoofd. Maar ik ben heel wit. Moet je kijken. Oh ja. Oh my god. Ik kijk eens nog een keer. Misschien heb ik iets te veel van die color drops erin gedaan. Ik ben net een spook. Maar... Niet per se witter dan normaal, denk ik hoor. Want er komt nog bronzer overheen. Dus ja, maar misschien dat ik toch iets moet fixen aan de kleur deze keer hoor. Ik ga wel eens soms de deur uit dat ik iets heb van... Waarom kijken mensen mij raar aan? Ja? Ik word enorm aangestuurd. En dan kijk ik in de spiegel en dan zie ik ook echt lijkbleek. Omdat ik dan waarschijnlijk iets te veel van die color drops heb gebruikt. Ja. Dan ben ik gewoon net weer iets te enthousiast geweest. Dus misschien is dat ook vandaag zo'n dag. Dus misschien moet ik toch nog even wat... Nou, ik doe wel meer bronzer anders. Anders wordt het weer zo'n hele dikke plakkaat op mijn gezicht. Ja, dat is gewoon prima. Als je gewoon wat bronzer... Zie je het echt ook zo wit uit? Of komt het zeg maar doordat het... Ik heb het idee dat dan je nek dan weer witter is. Dus dat het precies andersom is. Ja, oké. Nou. Maar het ziet er niet verkeerd uit. Dus ik heb eigenlijk alleen een beetje concealer hier gedaan. Ik kan nog een heel klein beetje onder mijn ogen misschien doen. Ik doe het altijd onder mijn oog. Ik heb zeg maar en diep liggende wallen. En ik heb een beetje dat het blauwig is. Als ik zeg maar helemaal niks op doe. En ik doe het al jaren en ik vraag me af of het beter zou zijn om helemaal niks te doen, maar... Ik heb namelijk wel eens een dag zonder concealer gedaan en dan krijg ik ook meteen opmerkingen, ook van jou, maar ook van vriendinnen, van oh, ben je moe of zo? Dat je dan toch een keer herinneren, ja. Dat lichte mist. Toen dacht ik, oh, ik was aan het proberen om het niet meer te doen, maar... Ja, dat is ook wel een beetje gewoon er doorheen komen. Want toen ik op een gegeven moment geen eyeliner meer ging dragen, toen vond ik mezelf heel raar eruit zien. Maar nu heb ik het zelfs andersom. Dus als ik nu eyeliner draag, dat ik mezelf weer heel anders vind. Ja, dus dat is eigenlijk ook wel gewoon gewenning, vind ik. Als je lekker water te kauwen. Karen zegt altijd dat ik zo ontzettend hard slik, maar ik kan er niks aan doen. En het is inderdaad zo dat ik mezelf een keer een video van ons heb teruggekeken en dat ik mezelf ook hoorde slikken. Dus op camera, dat is best wel intens. Ja, het is dus gewoon... Ik weet wel dat het inderdaad zo is, maar ik kan er gewoon niks aan doen. Zeg maar, als ik heel zachtjes wil slikken, dan doe ik er 3 keer zo lang over. Zijn er ook mensen daar die heel hard slikken? Per ongeluk, gewoon niet expres. Zijn er vooral mensen die ook last hebben van als andere mensen in hun buurt eten met geluid, dat ze daar boos van worden? Want ik merk dat het alleen maar toeneemt over de jaren. Als ik gewoon iemand naast mij hoor kauwen, ook mijn vriend, ook bij jou, dan denk ik echt van... Doe even normaal, doe even gewoon even. Maar we hebben net heel lekker ontbijtje gehad samen aan tafel, dus heb je toen ook irritaties gehad van mijn moeder? Nee, toen heb ik niks gehoord. Maar soms als ik gewoon naast je zit en je zit bijvoorbeeld een appel te eten of zo. Ja, oké, dat is gewoon echt te ver. Als een juicy appel is natuurlijk. En als je dus nu thee aan het drinken bent, klinkt precies als die appel. Nou, het hoort bij, maar het ligt meer aan mij dat ik daar boos van word. Ja, dat vind ik ook. Oké. We gaan meestal meteen nu naar mijn wenkbrauwen, omdat ik gewoon vind dat ik er nu niet uitzie. Mezelf zonder wenkbrauwen echt vreselijk. En ik ga mezelf nog even afpoederen, want het is een stad die ik nooit over kan slaan. Ik heb namelijk heel snel een glimmende T-zone, en dan echt heel snel. En ik gebruik hiervoor de Charlotte Tilbury Airbrush Flawless Finish. Even een beetje... En ik gebruik hiervoor de kwast van Real Techniques. Die is echt heel erg leuk en fluffy en die zorgt dat er niet te veel product op je gezicht komt. Ik gebruik hier de Brow Lift van Charlotte Tilbury. En die heeft aan deze kant een spoelie, aan deze kant een potloodje en dan ook nog hier een highlighter. Oh, dus wow, dat is helemaal geweldig. Ik heb hem ook. Ja? Mag ik eens kijken? Het is ook wel een mooie highlighter. Het is een peach-achtige kleur. Ik moest eerst een beetje aan wennen. Wauw. Ja, hij is heel erg mooi, deze kleur. En ik gebruik hem ook in de hoekjes van mijn ogen en soms als oogschaduw. Dit wist ik echt niet. Dit is een soort van geheim product. Hier zo. Het is echt een hele mooie peach kleur. En wat heel erg leuk is, dat hij dus op zo'n puntje zit. Dus je kan ook heel precies mee op je wenkbrauwbot komen. En ik gebruik voor mijn wenkbrauwen de Precisely My Brow Pencil van Benefit. En deze heeft aan de ene kant een spoelie en aan de andere kant... Oh, mijn handen zijn een beetje glibberig van de zonnebrand. Dan het potloodje zelf. En ik heb deze in de kleur nummer 6. Dus dat is best wel donker, maar zoals je kunt zien heb ik ook best wel donkere wenkbrauwen. En ik heb een tijdje wel een lichtere wenkbrauwkleur geprobeerd. Maar nu ben ik weer back to bijna black. Ja, ik heb nu wel ietsje lichtere kleur of ik breng het wat minder hard aan. Dus soms, of vroeger drukte ik denk ik het product iets te hard op mijn wenkbrauw, waardoor het echt soort van plakkaten werden. En nu hou ik echt mijn potlood verder naar achter vast en doe ik hele kleine strookjes. Waardoor ik vind dat mijn wenkbrauwen er wel echt mooier uitzien de laatste tijd, toch? Ja, vind ik ook. En ik gebruik eigenlijk normaal gesproken altijd een soort van crème of gel. Maar ik ben nu toch weer overgestapt op potlood, omdat ik het toch wel heel fijn vind. En mijn wenkbrauwen die zijn al best wel... goed gevormd, dus je moet eigenlijk alleen de lege plekjes opvullen. En dit is echt een hele coole assige kleur. Dat wel. Hij is een beetje misschien aan de lichte kant soms. Maar ik ga zo meteen om als finishing touch ook dezelfde als Tara gebruiken. Want die heeft dat hele dunne puntje en dat heeft deze bijvoorbeeld niet. Waardoor je toch net nog wat scherpere brows zeg maar kan maken. Maar hier is echt even concentratie nodig. Ik denk dat ik zeg maar de wenkbrauwen misschien nog het moeilijkste vind. Van je hele make-up? Ja, omdat het daar altijd heel snel fout in kan gaan, zeg maar. Ja, maar dat komt vooral omdat jij natuurlijk minder haartjes hebt. Dus je moet het echt vormen. Als je nou een fout maakt... Bij mij zie je het gewoon bijna niet. Maar ik moet zeggen, ik kwam laatst... je hebt zeg maar nu op Twitter en Instagram heel veel... meiden die dan foto's van 2012 en 2017 gaan vergelijken. Ja. En ik ben niet heel erg veel veranderd trouwens. Mijn stijl is best wel hetzelfde gebleven. Maar ik zag wel één foto uit 2012... dat mijn wenkbrauw, zeg maar, ik teken altijd hier aan de onderkant een klein beetje bij. En aan de bovenkant daar, want daar mis ik gewoon haartjes. En daar had ik het op een foto niet gedaan. Het leek net alsof ik een soort van komma wenkbrauw had. Oh, dus ik had, zeg maar, hier best wel dik en daar zo'n bijna een streep. Dat was niet echt een goede look. Maar ik moet zeggen dat ik ook nooit echt heel erg met mijn wenkbrauwen ben bezig geweest. Serena en Larissa altijd wel. Dus op een gegeven moment ging ik maar gewoon meedoen. Maar ik wist eigenlijk niet zo goed wat ik aan het doen was. Kijk, dus nu heb ik bijna mijn wenkbrauwen wel gedaan. Ik ga er vaak nog wel heel even één keertje doorheen met de spoelie. Vooral eigenlijk alleen aan de voorkant, zodat het product net ietsje minder is. Maar het valt wel mee. En dan ga ik ook inderdaad in met die Precisely My Brow Pencil. Om net eventjes sommige kleine mini plekjes op te vullen. Dus hier zo aan de voorkant. En deze kleuren komen best wel overheen. Al is die ietsje donkerder. Dus dat vind ik soms ook mooier. Voor de zijkanten. Ja. Zo leuk, die vogeltjes op de achtergrond. Ik vraag me af of jullie dat ook horen. Dat zijn die soort van parkieten. Ik heb wel weer zin in de lente. Lekker warm, nieuwe bloemetjes, vogeltjes. Oké, nu heb ik dus echt maar te veel producten aan de voorkant gedaan. Dus dan moet ik echt eventjes... Oh, ik zag hem vliegen. Eventjes eruit kammen. Hier heb ik echt te veel gedaan, dus dat moet even uit. Normaal doe ik altijd met een heel dun kwastje nog een beetje concealer om mijn wenkbrauwen heen. Maar ik heb mijn kwastje vergeten. Ik heb hem volgens mij wel mee. Ik zal even voor je kijken. Hier. Tadaa! Oh ja, yes. Oké, deze wenkbrauw is goed gelukt vandaag. Deze is wat minder happy. Nou, ik moet zeggen dat mijn wenkbrauw de laatste tijd wel wat minder goed doet. Ik moet zeg maar echt weer mijn wenkbrauw goed laten harsen en dat soort dingen. Want bij mij is het op een gegeven moment gewoon out of control. En dan is er gewoon geen vorm meer in te krijgen. En sinds ik deze concealer techniek toepas, lukt het me eindelijk om mijn wenkbrauw een beetje goed te vormen. En dan heb ik ook nog een wenkbrauwgel, want best wel lange haartjes vind ik altijd en die gaan altijd anders helemaal all over the place. En dat is de Legendary Brows van Charlotte Tilbury en ik vind deze heel erg fijn, omdat hij echt een super klein borsteltje heeft. Wat was dat? Oh, dat zijn katten! Vechten. Ze zijn aan het vechten. Ik denk het, ja. Oh, wacht. Daar zit die rode. Oh, daar beneden zit een zwarte tegenover elkaar. Oh ja. Oh, die zit echt serieus op een schutting. Ja, die ene heeft echt zoiets van, ga uit mijn tuin. Oh, echt. Als er iets is waar ik een hekel aan heb, of wat ik echt een heel vervelend geluid vind, waar ik echt gewoon een soort van zenuwachtig van word, is dat katten gejank eigenlijk, als ze gaan vechten. Oh ja, dit wil ik laten zien. Dit is een heel klein mini borsteltje. Hier, wow. Kijk, hij is super mini. En dat vind ik gewoon heel erg fijn werken. En de gel is verder gewoon transparant. Dus dit vind ik altijd wel echt heel fijn om de brows mee af te maken. Echt een babyborsteltje. Ik heb zelf een wat groter borsteltje daarvoor. Deze is van Max Factor, de Natural Brow Styler. En het is gewoon een doorzichtige gel ook. En wat ik dus altijd moet doen met mijn wenkbrauw, want Larissa en ik, en eigenlijk iedereen in onze familie geloof ik, hebben een heel lange wenkbrauwharen. Dus ik moet ze echt knippen. Want op een gegeven moment zijn ze dan te lang. En als ik ze dan omhoog borstel, dan komt het gewoon boven mijn wenkbrauw uit. Inderdaad. Dus die haartjes knip ik dan een beetje af. Oh, ze zijn weg. Oh nee, niet. Die zwarte is weggelopen. Of de rode heeft gewonnen. Ginger wins. Het lijkt net een mascara, joh. Deze borstel? Ja, die is super groot. Moet je eens kijken naar jouw borsteltje en die van mij. Oh, ja. Wow. Maar die van jou is echt super mini en die van mij is echt heel groot. Maar als je kijkt naar onze wenkbrauwen, dan heb ik ook gewoon veel grotere brows. Dus dat kan gewoon nodig. Het is voor mij niet te groot in ieder geval. Ik begin altijd met een primer. En dit is de I Love Color Intensifying Eyeshadow Base van Essence. En ik vind die van Essence, ik heb altijd het beste. Dus ik gebruik altijd deze of de andere die volgens mij niet een intensify color heeft. Want deze maakt je oogleden wel echt wat lichter. En ik gebruik helemaal geen primer eigenlijk. Maar ik gebruik wel dit palet. Dit is de Precious Copper Collection Eyeshadow Palette van Catrice. Deze is, zoals je waarschijnlijk aan de verpakking wel kan zien, echt veel gebruikt. Echt een favoriet. En deze is echt gewoon super mooi. Ja, die is heel mooi en die wilde ik ook laatst halen en die is gewoon heel vaak uitverkocht. Ja, het is echt een goed palet. Ja, want dit is want je hebt er wel verschillende soorten van. Dit is de 010 Metalux En dat zijn hele mooie warme kleurtjes. En ik gebruik meestal deze tweede en derde. Een beetje gemixt met elkaar. Dus ik doe deze over mijn hele ooglid. Oh, eventjes een spiegel. En dit is gewoon super easy. Ik knal het er gewoon op eigenlijk zo heel snel. Ik had heel eerlijk gezegd even geen zin om te slepen met een groot eyeshadow palette. En ik gebruik altijd mijn Naked 2 palet. Die zit ik al bijna op. Maar op dit moment heb ik even twee andere paletjes meegenomen. Dit is de Sophisticated Luxury palette van Charlotte Tilbury. Die ik momenteel heel graag gebruik. En deze heeft namelijk allemaal hele fijne matte natuurlijke kleurtjes. Dus dat is heel erg mooi voor een daily look, vind ik. En ik wist nog niet zeker of ik zin had in mat of shimmer. Dus ik heb ook deze van Dolce & Gabbana meegenomen. En dat is een beetje zo'n bronzen kleurtje en echt een gouden kleurtje. Dus ik moet nog even kijken of ik daarmee ga spelen of dat ik het mat hou. En ik begin altijd, want jij doet volgens mij koper over je hele ooglid. Ja. Maar ik doe juist altijd een lichte matte kleur over mijn hele ooglid. En ik heb nu even een ander kleine kwastje erbij gepakt die net wat steviger is en wat korter. En daar pak ik gewoon een iets donkerder kleurtje mee die ik aan de onderkant doe. Ik heb dus de lichte kleur over mijn hele ooglid gedaan. En dan ga ik deze kleur pakken, die bruine. En die doe ik in de crease. Zo. Ik ben trouwens net die highlighter onder mijn wenkbrauwbad vergeten. Dus die ga ik nog heel eventjes erbij pakken. Deze is wel echt mooi hoor. Soms is hij wel iets te opvallend en dan moet ik hem echt nog eventjes uit... Ja, zoals nu. Oh ja, zoals nu inderdaad. Hij is bijna net zo brons als je oogst gaat. Ja, hij is heftig wel. Hè? Ik moest er echt best wel eerst aan wennen. Want ik had iets van, waarom hebben ze nou zo'n peachy kleur gedaan? Maar als je hem even goed uitblendt, dan wordt het wel naturel zeg maar. Dan valt het niet heel erg op. Want meestal gebruik ik gewoon echt lichte kleurtjes op mijn wenkbrauwen. Heb jij toevallig... Ja. Een lichte kleur, die wil ik even aan de binnenkant van mijn oog doen. Dus ik heb op dit moment, even kijken, een beetje bruin en een beetje brons. En dan vind ik het wel mooi om wat licht aan de binnenkant van mijn ooghoeken te doen. Kijk, ik gebruik daar deze voor. Want die heeft dat puntje en dat gaat super makkelijk, zie je? Oh ja. Zo. Alright. Tijd voor mascara. Oh ja, dit is dan denk ik een van de dingen waarvoor ik nog wel een extra stap doe. Maar ik gebruik de wenkbrauwcruller en jij niet, toch? Nee. Ik heb best wel gekrulde wimpers van mezelf. Dus als ik dat wel doe, het keer dat ik een krultang of voor je wimpers gebruik, noem je dat zo? Wimperkruller. Dan gaan ze zo erg omhoog staan dat ze mijn wenkbrauwen raken. En dat raken ze nu al. En ik weet niet of jullie dit herkennen. Maar soms heb ik onder mijn wenkbrauwbot, dan heb ik hier allemaal van die bruine stipjes. En dat is dan gewoon mijn, dat zijn mijn wimpers die de onderkant van mijn wenkbrauw raken. Dus ik gebruik altijd waterproof om dat een beetje te voorkomen. En ook, ik gebruik dus primer en ik gebruik poeder en ik gebruik nog een make-up setting spray. Omdat ik dus heel snel een vettige huid krijg. En als ik dus geen waterproof mascara gebruik, dan zit mijn mascara ook gewoon onder mijn ogen aan het einde van de dag. Want dat smelt er een soort van af of zo. Of het glijdt eraf. Dus vandaar dat ik altijd waterproof neem en dan blijven je wimpers ook mooier rechtop staan. En ik gebruik, dat is geen verrassing, de Glam Doll van Catrice. Ja, ik heb de... Wat is de vloerfiets? De vloer is zwart nu. Maar ik kan hem nog wel gebruiken. Dit is de Paradise Ecstatic van L'Oreal. Die is echt zo ontzettend fijn. Ik gebruik eigenlijk nooit waterproof. Alleen als ik iets heb van oké, het gaat heel hard regenen. En ik moet door de regen heen of ik ga zwemmen of zo. Maar ook dan eigenlijk niet. Nee? Maar waarom niet? Omdat ik bijna met mijn hoofd onder water ga, denk ik. Ja, maar ik heb, zeg maar, je wimpers blijven ook beter rechtop staan, omdat het wat harder wordt. Ja, en ik heb gewoon echt met mascara die niet waterproof is, dat aan het einde van de dag heb ik echt zoiets van, zit het er nog wel op? Ja, ik wil liever niet harde wimpers hebben, want als ik harde wimpers heb, dan ga ik eraan frummelen. En dan ga ik die brokeltjes, de stukjes afbreken en dan komen er altijd wel wimpers mee. Dus dat is eigenlijk een beetje een soort van bescherming voor mezelf, door dat niet te doen. Oké. Ze moeten echt flexibel blijven. Je ziet eigenlijk best wel veel verschil, hè. Zeg maar, deze heeft mascara, deze niet. Dus ik vind hem echt al een stuk donkerder omhoog. En ik doe dus nu geen eyeliner meer al een tijdje. En de ene keer lijk ik dan heel erg moe. En dan krijg ik ook echt reacties van mensen van, ben je moe? Ook van Larissa wel eens. En ook als ik gewoon een foto maak, dan probeer ik mijn ogen heel groot te maken. Maar ik heb best wel veel ooglid, toch wel, denk ik. Waardoor je dan toch automatisch een soort van moe lijkt. Maar... Yo, ik heb trouwens echt geen goede wimperdag. Ik denk dat ik de mascara van gisteren niet zo heel erg goed heb afgekregen. Ik heb precies hetzelfde. Want ik heb hier zo van die wimpertjes die naar voren steken. En Het is net alsof ik een soort van wimpersje mis. Ik weet niet of je het een beetje kan zien. Ja. Oh, maar Tara en ik willen trouwens binnenkort aan wimper extensions beginnen. Ja, maar dan wel echt super natuurlijk. Ja, ja. Het lijkt me wel heel erg fijn, dat vooral omdat we nu geen eyeliner meer gebruiken. En we willen dus niet dat het lijkt alsof je echt nepwimpers op hebt, maar wel dat ze natuurlijk lekker lang en vol zijn. Ja, ik heb het een paar jaar geleden een keer gehad via, was echt zo'n Groupon deal. Dat was toen best wel gewoon betaalbaar. Dus ik dacht, nou, het is een keer leuk om uit te proberen. En ik merkte toen wel dat ik de eerste 3 nachten niet goed kon slapen, omdat ik ze heel erg voelde zitten. Maar ja, weet je wel, misschien was het een niet geweldige wimper extension. Mevrouw, om het zo maar te noemen. Maar we gaan nu als het goed is bij iemand en we hebben even gekeken al en het zag er super goed uit. Ik ben heel natuurlijk, ja. Echt gewoon alsof je dus eigenlijk mascara op hebt, maar dan nog net wat mooier. Dus ja. Ik ben ook wel heel erg benieuwd. Dat zou ik echt heel erg leuk vinden. Ja, ik heb er wel zin in. Ik ben super benieuwd. Dus mochten we dat gedaan hebben, dan gaan jullie zeker wel van ons horen. En ik denk ook echt, nou ja, ik hoop dat je het in ieder geval gaat zien dat er mooier uitziet dan nu. Ik denk nou ja, mooier uitziet dan nu. Ik vind het er nu ook wel goed uitzien. Kijk. Ze zitten niet heel goed. Maar mijn wimpers zijn wel lekker vol. En dit is echt mijn favoriet hoor. Oké, we zijn bijna klaar. We zijn bij de volgende stap. Ja, bronzer. Even wat extra kleur aan dit kopje brengen. Nee, dat klinkt echt. Waarom zeg ik dat überhaupt? Soms zeg ik dingen en denk ik echt van... Cheesy. Why? Dus we hebben op dit moment hetzelfde. Ja, even dezelfde kleur. Oh hier, Fair Medium. Allebei dezelfde kleur. Dat is de Filmstar Bronze and Glow. Ziet er echt super mooi uit, hè? Ja, en dit is dus een... Eentje om mee te contouren, eentje om mee te highlighten. Ik heb hem zelf pas 2 dagen in gebruik. Ja, en al een tijdje. Ja, al een tijdje. En hij is echt super fijn. Het enige is dat ik nu een kwast kwijt ben. Oh nee, ik heb hem al. Collea's! Sorry hoor. Dus we beginnen met sculpten. Ah, ik zie nu dat er ook heel veel glitters in zitten. Ja, maar dat valt wel mee uiteindelijk als je het op je gezicht doet. Ik gebruik deze super leuke kwast van AliExpress. Die kan ik jullie een keer laten zien. En ik vind deze wel heel erg fijn omdat hij zeg maar breed is en dan in een punt. En volgens mij werkt dat wel fijn. Ja. Ik wist eerlijk gezegd niet zo goed wat ik moest gebruiken. Meestal gebruik ik een hele platte voor mijn bronzer. En ik heb nu gewoon deze gepakt. Ja, ik zet zeg maar het brede onderste gedeelte zeg maar hierin. En dan blend ik met de rest van de kwast het een beetje uit. Dan moet ik zeggen dat op camera echt weer 10 keer heftiger eruit ziet. Ik wou net zeggen. Heftiger, kijk dan. Ja. Maar dat is helemaal niet zo in het echt. Maar ik zal hem voor de zekerheid even extra goed uitblenden. Zodat het voor jullie thuis ook een beetje leuk is om aan te zien. En niet van golleres. Kijk, het is al beter. En uiteindelijk, ik vind dus niet dat je echt iets van die shimmers terugziet, toch? Nee, op je gezicht. Eigenlijk helemaal niet. Maar ik denk dat het zeg maar wel uiteindelijk wat doet. En dat het echt wel een verschil is dan als je echt een matte gebruikt. En hij is ook niet zo heftig, dus je kan er niet zeg maar te snel fout in gaan. Ja, ik heb zeg maar zoiets van, hij blendt heel mooi in. Maar ik zie wel duidelijk dat ik hem heb aangebracht. En ik had de make-up tutorial gekeken van Shea Mitchell. Spreek het goed uit? Met Mario, geloof ik. En ik vond het heel leuk om te kijken, want hoe zij zich opmaakt is hoe ik me ook normaal opmaak. Dat is gewoon bam, 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 gewoon klaar. Ik heb het nog niet gezien. En hij is juist heel erg rustig en die ging dan helemaal uitleggen. Dus ging ik er naar kijken en toen dacht ik, oké, ja, ik moet inderdaad niet helemaal zo gaan schuiven op mijn, met die bronzer. Maar gewoon eventjes sculpten en dan heel voorzichtig dat doen, zodat ik een liftend effect krijg in plaats van één grote vlek. Hij kon me wel in haar vinden. Ik ben echt net zo. Ik ben eigenlijk helemaal niet heel geduldig. En voor de highlighter die er dus naast zit, die is ook echt super mooi. Gebruik ik ook weer zo'n AliExpress kwast. En deze is een beetje een soort van afgerond aan de bovenkant. En net ietsje compacter. Dus die voel ik wel heel erg mooi. Maar deze lijkt me ook heel erg fijn. Ja, wacht even hoor. Ik moet niezen volgens mij. Volgens mij is het eigenlijk een soort van kwast die ik net heb gebruikt. Dus dit is een beetje zo'n afgeronde kwast die. Ja, dit is de Boosie Brush. Tapered highlighter. Ah. En ik heb deze volgens mij gewoon van Serena overgenomen. Dat ze hem niet meer wilde of zo. Ik vind hem best wel fijn dat hij een beetje klein is voor de highlight. En deze is inderdaad heel natuurlijk, deze highlighter. Dus... Maar je ziet hem wel echt, vind ik. Ik was bang dat hij te subtiel zou zijn. Dus je echt iets hebt van, oh, ik moet super vaak. Maar ik vind dat hij inderdaad natuurlijk is, maar wel aanwezig. Dat was het. Nou, ik ben nog niet klaar. Heb je geen stappen meer over? Dan heb ik hier nog de Catrice Cream Lip Artist Dirty Colbert. En dit is een heel natuurlijk kleurtje. Deze hebben jullie ook laatst kunnen zien in de winactie die we hebben gedaan in december. Het is gewoon heel natuurlijk. Wil je deze ook op? Ja, eigenlijk wel. Ik wilde eigenlijk deze pakken. Dat is dus de Primark Lip Gloss in de kleur Toffee Dip. is een beetje een hele mooie bruinige kleur. Maar ik ben eigenlijk niet heel erg lipgloss fan, omdat soms je haar erin gaat zitten. En aangezien het misschien nog wel winderig is vandaag, ga ik me inderdaad even overslaan. Dan ga ik even deze van Tara lenen. En ik gebruik op dit moment als make-up setting spray deze NYX. De Dewy Finish. En ik verlaat het huis nooit zonder make-up setting spray. Want zoals ik al zei, dan smelt ik gewoon weg. En ik merk echt verschil met als ik het wel of niet doe. Dus... ja, ik gebruik het eigenlijk nooit. Dus ik zit nu een beetje te twijfelen of ik dit moet gebruiken. Ik heb iets nodig. Ik denk dat ik hem gewoon even skip, want ik gebruik het normaal eigenlijk ook niet. Maar wat ik wel nog als allerlaatste heb is een geurtje, want die vergeet ik altijd op te doen. Maar dit is echt super lekker. Deze is van L'Occitane in de geur Cherry Blossom. En dit is zo'n super handige roll-on. En dat is gewoon super makkelijk. Maar deze geur, ik ben echt helemaal obsessed. Ja, ik ben momenteel onwijs obsessed. Ik ruik hem heel goed. Misschien dat ik ook wel heel erg, nou ja, zoals die los ga. Ik doe ook een klein beetje mijn nek. Aan de achterkant. Ja. Voor mensen die me net willen snuffelen. Nee, maar ik ga echt... ik vind hem echt gewoon heerlijk. Dus daar ben ik echt super blij mee. En mijn haar is wel crazy, dus die mag ook eindelijk uit. Nou, ik kan niet zeggen dat mijn haar heel erg goed zit op dit moment. Het is prima zo. En mijn make-up zit er ook best wel goed op. Dus ik denk dat het wel weer was qua make-up. Nou, dit is onze daily look. Dit is hoe die af is. En het is een beetje, een klein beetje shimmer, maar over het algemeen gewoon heel erg draagbaar. En heel erg makkelijk om te doen. Normaal gaan we hier echt super snel doorheen. Dus dan zit het er zo op. En ik laat jullie ook nog eventjes mijn look of the day zien. En verrassing, all black. Ik heb een kettingje om van AliExpress met die leuke sterretjes. Deze trui is van Macy's, super lekkere wollen trui. Horloge is van Michael Kors. Broek is van Primark. Schoenen zijn van Nike. En dan heb ik ook nog een zwarte jas. En deze is van Kos. Dat is echt een hele lekkere lange jas. Deze is echt super blij, ben ik heel erg blij mee. Dus dat is het. En mijn outfit is ook helemaal zwart eigenlijk. Dit blouseje is van de Monkey, die liet ik jullie laten zien in een shoplog. En ik vind hem echt super leuk, met allemaal gouden details. Ik heb een horloge om van Icewatch, ook helemaal zwart. Mijn broek is van ASOS, het is een mom jeans. En dan heb ik Nikes aan, ook helemaal zwart. En deze lopen echt super lekker trouwens. En mijn jas hebben jullie al een keer eerder, of die hebben jullie al vaker gezien op Instagram. Ik krijg ook heel vaak vragen over. Deze is van Lovies. En het is gewoon een heel bekend model. Ik denk dat heel Amsterdam in deze jas al rondloopt. Maar hij is heel erg lekker warm. Nou, ik hoop dat jullie het gezellig vonden om met ons wakker te worden en om samen met ons een beetje op te maken. Dan weten jullie ook meteen weer wat voor producten we op dit moment gebruiken. Laat ons eventjes weten wat op dit moment jouw favoriete beauty product is in de comments hier beneden. En dan wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken weer naar deze video. Geef hem vooral een duimpje omhoog als je hem gezellig vond. En dan zien we jullie heel snel weer in de volgende video. Doei!